Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Zo! Bam! Wat denken jullie? Ja, nooit meer vertrouwen. Ja? Nooit meer. Ja. <laughs> Echt? Maar meen je dat of niet? Nou, ik heb dus een dode lijst. Spuiten en slikken de podcast. Voor je wekelijkse portie seks. En drugs. Oké, okay, hallo, ja. hallo. Hey. Wij zijn terug. Hey allemaal. Hier zijn wij. Ik ben Roos <laughs> en ik zit hier met Diva en Ralf. Ja. En we gaan het vandaag hebben over vreemd gaan. Maar wacht, waarom waren we weg? Uh, weet ja. ik echt niet. Waarom waren we weg? Jij wilde niet meer. Ja, ik had geen zin meer. <laughs> nee, we waren eigenlijk gewoon even druk met andere dingen die er aankomen. Weet je wat leuk is? Nou, dat ik krijg by far de meeste uh, reacties in het echt uh, van mensen die de podcast hebben geluisterd. Vind je dat leuk om te horen of, of niet? Nou, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het echt heel leuk. En aan de andere kant denk ik, oeh, dan weet je wel veel. Ja, al. Oh, maar heb... zijn, zijn dit bekende of zijn dit onbekende mensen? Allebei. Allebei. Oh ja. ja. Uh... Wat vind je chiller als een bekend iemand die podcast luistert <laughs> of onbekend? Ja, wel echt onbekend. Ja. Uh, waarom eigenlijk? <laughs> nou ja, aan de andere kant denk ik ook, soort van de mensen die dicht bij mij staan, die kennen al deze verhalen al en die weten mm. ook wel hoe ze bepaalde dingen moeten interpreteren en mm. mensen die helemaal onbekend zijn voor mij die kunnen dingen nog wel eens van, die hebben helemaal geen beeld van hoe ik ben. Dan is dit het beeld. Dit is dat dan is je alles beeld wat ze hebben en, en dan, dan ben ik benieuwd wat ja. voor beeld je dan eigenlijk hebt. Maar goed. Ja. <laughs> maar wat vind je ervan dat mensen die je zelf niet kent jou wel kennen? Ja, dat is een beetje gek, hè? Ja. <laughs> uh, maar dat hoort er denk ik ook een beetje bij. Ja. Kies dus je moet voor. Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. <laughs> We gaan het deze week hebben over vreemd gaan. Uh, dus vanaf wanneer ga je eigenlijk vreemd? Wat zijn onze ervaringen ermee? En hoe kan je voorkomen dat iemand vreemd gaat? Oh. Ja. Um, maar eerst, hoe gaat het met jullie? Nog dingen gebeurd? Poeh. In al die tijd dat we elkaar niet hebben gesproken, yeah. sinds de laatste podcast, wat is er allemaal gebeurd? Ja, vertel het maar. Ik ben, ik ben minder alcohol gaan drinken. <güls> ja, ik dacht dat jullie dat wel... Sinds vandaag? Hadden. Ja, ik ben een paar uur geleden <laughs> gestopt. Wat is minder? Uh, nou, gewoon eigenlijk niet meer uh, veel bier drinken, maar vier. Drie. Per? Drie, vier op een avond. Nou, op een avond. Dat vind ik nog steeds. Maar hoeveel avonden wat? in de week dan? Nou, oh, oh ja. En maximaal <laughs> één Ja, maar ook niet, niet eens elke week. Oh. Wow. Dus, ja, Hè, Maar wat doe je ja. dan? Ik heb geen idee. Ja. Zit je te wachten tot je weer kan? Ja. Nee, al, ja, alcoholvrij bier drinken. Oh. Maar is het ik ben minder aan het drinken, maar dan wel meer aan het snuiven. Of ja. is, is dat het? Dat zou flauw zijn. Nee, nee, helemaal, helemaal niks. Waarom? Ja. Okay. ja, toch, toch chillen. En ik merkte waar we het laatste keer over hadden, dat uh, drinken om jezelf gemakkelijker te maken in sociale situaties. Hm. Ik merkte dat dat vaker aan de hand was dat ik dacht, ah, hier moet ik even mee stoppen, want uh, dit, uh, dit wordt een beetje kut. Maar ga je dan uit de ongemakkelijke situaties? Of... Nee, je moet dus nog steeds gaan. Je moet er doorheen. Ja, en dat vind ik ook wel moeilijk. Want ik denk dus dat als je vaak genoeg wel naar dit soort situaties gaat, je ofwel leert omgaan met gewoon net even wat ongemak tijdens de situatie, of denkt: wow, dit feest is gewoon niet leuk, ik ga naar huis. In plaats van: ja. ik ga het nu leuk drinken. Ken je dat? Iets leuks drinken. Maar zo erg is dat toch niet? Iets leuks drinken? Want uiteindelijk is het leuk. Ja, maar dan ben je dus aan het drinken om het leuk te maken. Ja, dan, je, dan is nee, het eigenlijk een kutfeest. Dan werk je toch wel naar iets moois ja, toe. Ja. Dat dit uit jouw mond komt. Ja. Heilige Maria. Ja. Maar Ralf, ik ben echt trots. Hé, hey, dankjewel. Ik vind het echt goed. Kleine applaus. Het klonk als zelfontwikkeling. We gaan door naar de feitjes en info. Oké, okay. er is onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de mensen vreemd gaat. Dus ik wil jullie natuurlijk even laten raden. Oké, okay, maar wacht, is het, oh, ja. is het van iemand die ooit vreemd is gegaan in zijn leven? Ja. En vreemd gaan is zoenen al? Dat is even voor je eigen interpretatie. Goed, wat de partner vindt. Nou ja, jullie lopen al heel erg goed voor. Ik wil eigenlijk dat jullie even zonder goed door te denken hierop gaan doorgaan. Oké, okay, 50%. Ja. <laughs> Hoeveel procent in een serieuze relatie ooit is vreemd? Ja, um, laat me even denken. 30%. Nou, hieruit kwam 25%. Maar nu komt ie dus. Er zijn ook onderzoeken waaruit 33% of 50% van de mensen blijkt. Zo en is dat is allemaal goed. Ja. Allemaal, alles is goed. Ja. Nee, maar dat komt dus je, dat omdat het afhangt wat je onder gaan verstaat. Okay. Dat is natuurlijk het hele ding. Ja. Um, is het al vanaf DM'en, vanaf flirten, vanaf zoenen, vanaf ja, wat? Dus um, daarom hebben wij zelf een onderzoekje gedaan op onze Instagram stories. Uh, en ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat leuk. Ja, de ja. eerste stelling is... Ik vind het vreemdgaan als mijn partner een foto van iemand in zwemkleding lijkt. Dan moet je even denken aan het geslacht waar diegene opvalt. Ja. Ja. Oké. Okay, nou, ik, ik heb hierover nagedacht. En wat ik graag wilde zeggen is dat het wordt mannen ook wel heel moeilijk gemaakt. <laughs> Hoezo gaat het wel over mannen gelijk? Wat is Nou, er? omdat kijk, omdat ik het op mezelf betrek, hè. stel ik had een vriend en hij zou een bikini foto liken van een meisje op Instagram het zijn zoveel mooie meiden echt de hele dag door kun je op Instagram bikinifoto's zien en het wordt ze heel moeilijk gemaakt. Nou ja, bij andersom is dat niet. Misschien vindt hij het gewoon een mooie bikini of een mooie <laughs> foto. Maar Andersom is dat niet. Je kan je kan het ligt er gewoon aan je algoritme. Je kan ook heel veel jongens zien of wie dan ook in een Nee, het zijn echt meer meiden die <laughs> sexy foto's posten dan mannen. Die ze, en als een yeah. man een sexy foto post, dan denk ik van. Doe normaal. Maar Bij een meisje denk ik, yes, go girl. Maar mm -hmm. jongens zien dat dus ook. Dus als je in een relatie zit, vind ik vind het respect voor alle mannen die bikinifoto's voorbij kunnen scrollen zonder te liken. Eh, maar je kan toch gewoon liken? Ja, want jij vindt dus dat je niet moet liken? Um, nou ja, liken kan op zich nog wel. Maar zijn er genoeg die vinden van niet? Oké, okay, dus jij denkt het kan op zich wel? Ja, nou, het kan op zich wel. Lieve, heb je ooit uh, gekeken naar wat voor foto's je vriendje uh, lijkte vroeger? Um, nou, ik was vroeger echt een fucking psycho. En toen had je nog die, <laughs> die tijdlijn op Insta dat je kon zien wat iemands activiteit ja. was. Dus hoe ja. laat iemand iemand ging volgen en foto ging liken. En als mijn, um, mijn eerste ex vriend, die, als hij toen uitging, dan was ik gewoon de hele nacht. Die tijdlijn aan het refreshen van oh. wie lijkt, wie die, wie, wie lijkt. Nice. Ja, dat is maar, weet je. Maar dat vind ik dus net iets anders. Wel, dus als je uitgaat en je in de nacht, dus tijdens het uitgaan, iemands foto gaat liken, dan voelt het bijna alsof je gewoon dat ter plekke tegen iemand zegt. Toch? Ja, we hebben het dus ook op onze Instagram story gepost uh, en over: Ik vind het vreemd gaan als mijn partner een foto van iemand in zwemkleding lijkt. Uh, Zij iedereen eigenlijk. Helemaal nee. Dus, dus we hebben zo'n slider oh ja, ja. Van, oh ja. van helemaal links naar niet en rechts naar wel. En die stond eigenlijk helemaal op links. Ja. Veel me nog mee. Eens. Oké, okay, de volgende. Ik vind het vreemd gaan als mijn partner iemand DM't met een compliment. Bijvoorbeeld zo'n vlammetje of zo'n oh, nice outfit. Maar dan nog steeds van het geslacht waar diegene opvalt. Oeh, dat. Oh ja. Dat vind ik al iets verder gaan. Hoor. Oh ja. Maar hangt echt af van het compliment. En ook wie het oh ja. is natuurlijk. Ja. Maar kijk, een vuur-emotie een vuur vind ik best wel goed kunnen. Leuk. Ook zo'n honderd. Die kan wel. Mag ook. Ja, vind ik ook. Honderd, hè. Huh? zo vies. Duimpie kan ook. Dat uh, <laughs> ja, maar... is zo kut. Ik, maar... ik vond die altijd sarcastisch. Ja. Maar bijvoorbeeld die emotie met die ene mondhoek omhoog. Weet je wel deze? Zo? Ja, ja dat, is, dat is wel flirten. Vind ik te ver gaan. Maar ja. is, dat, is dat te ver gaan, ja? Of is het dan gewoon iemand die flirt en dat. Nou, als, als ik in een relatie zit. Uh, en mijn vriendin stuurt zo'n emotie naar iemand anders. Dan, dan ga ik wel even bij mezelf naar van wat gebeurt hier. Ja, kijk, maar wat zou je dan doen? Zou je dan haar aanspreken? Ja, ik ten eerste zou ik denk ik. nou, oké, okay, save voor ik zou dat zien. Zou ik, ja, dan zou ik misschien wel iets over zeggen. Dan zou ik zeggen, wat, uh, wat ben je aan het doen? Ja. En dan zegt ze haar nou, gewoon. Vond gewoon knap. Gewoon een mooie persoon. <laughs> ja, maar waarom? Dat kan je toch ook vinden zonder die, die uh, reactie te sturen? Ja, ja, je lokt wel of, wat uit. Je stuurt wel een reactie om iets uit te lokken. Wat wil je met, met die emoji? Ja. compliment ja. geven. Ja, en dan? Niks. Compliment gegeven. Geef compliment aan je vriend. <laughs> nee, maar kijk, okay, bijvoorbeeld ja. een mooie foto of zo. Ja. Vind ik, uh, of wat zit je een haar mooie goed? mooie foto. Een leuke, leuke reactie, mag allemaal. Okay. Maar specifieke dingen, dan denk ik, mm. nou, weet ik niet. Het ligt er ook een beetje aan wat diegene post. Kijk... Um, Stel, hij um, post iets over werk of zo of, en het is een, iemand die je kent en je denkt, wow, cool. En je reageert, ja. gaaf. Maar stel, iemand post overduidelijk een, een soort van vo, uiterlijk gerichte durstrap. foto. Een thirst trap, ja. ja. En, um, en die persoon reageert daar dan, een hart, hartjes oog of wat dan ook. Kijk, ik vind het ook gewoon een beetje gênant. Want je weet, dat die, je weet van als ontvanger dat die persoon in een relatie zit. Dus het is ook een beetje ja, gênant en respectloos. Ik heb dat bijvoorbeeld als stel, iemand zou dat bij mij uh, reageren. en ik weet dat die geen vriendin heeft. dan denk ik wel een beetje van. Huh, uh, moet je dit niet naar je vriendin sturen? Oh ja. Oké, okay. wat de mensen hier uh, op Instagram over hebben gezegd. is. ja, ze geeft eigenlijk ongeveer 35% van de mensen. vindt dat vreemd gaan. Nou, oké. Okay. Noem ik het vreemd gaan? Nee. Dat is wel ik, overdreven. Ja, ja, ik vind het echt ja. geen vreemd gaan. Oh ja, maar. Dat was ik, wel de vraag. Ja, oké, okay, nee. Dan, dan eigenlijk sowieso nee. Maar mm. gaat, ik, ik ga er wel een beetje over nadenken op dat moment. Ja. Weet je? Ik wil van ja. bitch, wat doe je? <laughs> ja, dat, okay. Dan ga ik knappen vallen. Okay. Ja, snap ik. <laughs> ja. Oké, okay, de laatste. Ik vind het vreemd gaan als mijn partner bij iemand in bed slaapt. En dan zonder seksuele handelingen. Dus puur bij iemand in bed slaapt en dan van het geslacht waar diegene opvalt. Um, nou weet je wat het is, mijn uh, broertje die heeft heel veel vrienden waar ik ook mee ben opgegroeid. En een paar jaar geleden dan bleven die vriendjes ook bij maatkamer slapen om het gewoon te verspreiden. Maar ik ben de rest van mijn leven mee opgegroeid. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus dan vind ik het weer een ander verhaal dan wanneer het bijvoorbeeld iemand is die op een feestje ontmoet en dan mee naar huis gaat. Ja, inderdaad. Dus het ligt heel ja. erg aan de, aan de context. Ja. Oké, okay, en stel, het is gewoon, uh, je bent een uh, filmavond met vrienden en je partner die heeft geen zin om naar huis te gaan... en denkt, ja, ik ben nu ver, ver van huis. Ik blijf gewoon even bij die vriend slapen. Maar het is niet een supergoeie vriend, maar... klinkt als een soort porno die ik heb gekeken. En dan kan Pizza Piet zijn er Want Er zijn dus geen seksuele handelingen. Het is puur gewoon even in dat bed ja, Maar zo bed begint slapen. het altijd. Ja, maar zo begint slapen ook altijd. <laughs> Ja, ik weet niet. De, in dit verhaal is dat dus niet. Wat nee, vinden jullie ja, dat oké? Okay? Nee, het hangt er toch helemaal af wie. Als het gewoon een vriend is van uh, mijn vriendin, ja, dan kan het gewoon. En als, als het een, is, een of andere onbekende is, ja, dan ja. vind ik een beetje maf. Als een onbekende is, die, die avond, het is een vriend van een vriend. Beetje maf hoor dan. Ja? Toch lief? Ja. 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 Nou kijk, weet je wat het is? Ik kan met Ralph in één bed liggen en ik raak hem met nog geen stok aan. Ik, dus. zou, niet, ik, zou, ik zou niet op je spugen. Nou, Toch? precies. Gadverdamme. Dus dat kan makkelijk, vind ik. Maar dat is... Kijk, die context is oké. Okay. Ik zou mijn honden vanaf trappen. Ja. ja. Ik zou er niet aanraken. Oh, daar. Maar kijk, stel Ralf was een vriend van een vriend van mij. En ik vond hem wel interessant. En ik duik er dan ineens mee in bed. En ik zeg dan: ja, maar hebben we hebben niks gedaan. Ja, dat is een ander ja, verhaal. Maar dan gaat het toch om dat jij zegt: ik vond hem al interessant. Ja, precies. Maar ja, dat, dat is dus eigenlijk de angst. Dat je partner dan iemand interessant vindt naast jou. Dat kan altijd gebeuren. Of je nou dan samen slaapt of niet. Want we gaan er nu vanuit dat er geen seksuele handelingen zijn. Dan kan diegene alsnog iemand interessant vinden. Samen een ijsje halen. En dan veel meer soort van. Ja. Ja, het is allemaal voorspel. Voelt allemaal als voorspel. <laughs> ja. Ja, maar dan is een ijsje halen dus eigenlijk ook niet oké. Okay. Het gaat vooral dan om omdat iemand iemand interessant vindt. Ja, ja, dat, tuurlijk. Ja. ja, tuurlijk. Nou, ik ben benieuwd wat de mensen op Instagram hiervan vonden. Wat denken jullie dat de mensen op Instagram vonden? Ik denk dat ze hier wel een beetje feisty over worden. Ja. 60, 60%? Wat denk jij, Diva? Nou, ik denk het ook. Nou, het was 45%. Ah. Oh. Oh. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ja, het gaat ook denk ik heel erg om de context. Maar het laat ja. wel zien dat, dat iedereen de grens ergens anders legt. Ja. Want je, je ziet ook als mensen hebben gestemd, dan ziet de ene zit veel meer links, dit is natuurlijk het gemiddelde. Ja. Maar het ligt best ver uit één. Maar ik mag hopen dat, dat je hier in je relatie gewoon een beetje afspraken over hebt gemaakt en elkaar een beetje kent waardoor je ja. die context beter kan invullen. Dat is de kern. Ja, ja. dat vroeg ik me ook nog af. Bespreken jullie dit soort dingen met je partner? Van wat je vreemd gaat vinden en wat je niet vindt kunnen. Want pers ja. persoonlijk, ik bespreek dat niet van tevoren. Ik wacht gewoon tot er iets gebeurt en dan kijk ik ook ik daarop <laughs> Dan word je dus teringboos. <laughs> nee, en dan, dan kijk ik of er iets voorvalt en hoe ik me daarbij voel, ik daarop reageer. En dan maak je het bespreekbaar. Of bespreken jullie het al van tevoren? Ja, uh, nee, eigenlijk niet. Nee, toch? Nee. Ik wel, denk ik. Ja. Nou ja, jij geeft sowieso een hele handleiding mee. Ja. Nee, het verschilt heel erg per relatie, denk ik. Bij mij tenminste. Uh, en ik zit nu in een relatie waarin we best open zijn. Ik merk wel dat het gewoon heel erg kan verschillen per relatie. En de ene keer is het gewoon al zo duidelijk vanaf het begin dat het gewoon heel monogaam is. En dan, dan uh, ja, zoenen, bij iemand slapen, dat is dan allemaal niet oké. Okay. En dan, uh, ik denk als je wat opener bent, dan, dan komt het vanzelf wel een keer op. Van, oh, ik vind dit oké. Okay. Oh, ik eigenlijk ook. En dan, ja, maar niet bij dit. Oké. Okay. Oké, okay, maar alleen niet bij die of zo. Mm -hmm. Ja, het komt een beetje natuurlijk ja. op. Maar weet, weet je wat het ding is? Uh, nee. Het ligt toch volledig aan de persoon. Want bij de ene persoon kan een gesprek al voelen als totaal vreemd gaan, ja. toch? Word je helemaal ja. opgegeten en weet ik veel. En bij een ander kan je seks met iemand hebben en totaal denken van, Wow, dit was echt totaal het niet uh, vreemd gaan. Dit kwam niet ja. in de buurt van. Uh, oh. uh, nee. Het, het gaat om de het, intentie het, toch? Ja, het gaat wel echt om de, ik snap ja. dat, het, dat, het, dat het wel vreemd gaan is. Mm -hmm. ja. Maar het kan voelen als van wow, dit, dit boeit echt helemaal niks. Mm. Eigenlijk. Ja, klopt. Daar ben ik het wel mee eens. En er is trouwens onderzoek gedaan naar uh, waarom mensen hun gevoelens niet kan, gewoon kunnen onderdrukken als ze bijna vreemd gaan. Uh, en het niet gewoon uitspreken naar hun partner. Wow. Dus de ene onderzoeker wijt het aan een stofje in het brein. Uh, waarmee je wel of niet geboren bent, um, terwijl de andere het weer wijt aan de hormoonhuishouding of gewoon aan evolutionaire redenen, dus dat we als mens in staat zijn meerdere mensen tegelijk um, of met meerdere mensen tegelijk seks te hebben of een relatie te mm -hmm. hebben, alleen dat we in een maatschappij wonen waar monogamie de standaard is, maar dat dat gewoon niet bij iedereen past, ja. um, maar... want we zijn gewoon dieren die ons voortplanten. Denk je dat mensen vreemd gaan in een compleet gezonde en fijne relatie? Ja, kan ook. Ja. Ja, maar Wat... voor sommige mensen voelt een Comple wat iemand anders een compleet gezonde, veilige relatie zou vinden, kan voor iemand ook saai voelen of geen ja, voldoening geven. Ja, want het voelt, het, het voelt dus alsof mensen het vaak doen als een, vanuit een soort vlucht, toch? Van ik ben niet tevreden met de relatie of degene waarmee ik nu ben. Ja. Dus uh, moet ik hieruit ontsnappen. En dan gaan ze misschien zelf saboteren. Dus ja. iets fout doen, zodat er een reden is om daaruit te komen. Of het of doen. Om, om extra spanning toe te voegen. Zo, van, zo klinkt het vaak voor mij, maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar... Jawel, je hebt echt de spijker op zijn kop. Mm. Want de nummer één reden is onvrede in relatie. Oh ja. Dus emotioneel gebrek aan liefde of op seksueel gebied. Maar daarnaast zijn er wel nog meer redenen. Dus ik denk ook dat je in een volledig gezonde relatie. nog steeds zelf bijvoorbeeld heel erg vatbaar kan zijn voor spanning of opwinding. Ja. En dat dat dan de overhand neemt. Want op nummer twee staat opwinding en spanning. En op nummer drie staat gebrek aan toewijding of verbondenheid. Dus als mensen zich niet sterk verbonden voelen met hun partner, uh, ja, dan kunnen ze zich eerder tot anderen wenden. Wow, maar, ja. Ja, dat heb je denk ik niet in een hele gezonde relatie. Nee, dat maar, lijkt me ook niet. Nee. Ja. Nee. En is het niet ook gebrek aan communicatie? Dat je gewoon bepaalde dingen niet wil bespreken met je partner. Omdat je confrontatie wil vermijden en dan ja. maar achter de rug om. Het dat vind ik altijd wel een goede. Mm -hmm. dat je, of dat je eigenlijk iets uit, wil uitmaken, maar je wil dat je durft dat nog niet. Of je vindt dat zielig, of je ja. komt daar nooit heen. Dus dan ga je eigenlijk al vreemd, maar je was eigenlijk ook al klaar met je partner. Ja, en dan ga je het zelf een beetje onderzoeken. Ja. Laten we doorgaan naar de stellingen. Stelling nummer 1: Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Zo! <laughs> Bam! Wat denken jullie? Uh, ja, nooit meer vertrouwen. Ja? Ja, echt? <laughs> maar meen je dat of niet? Nou, ik heb dus een dode lijst. Oh, ja, dit zou je een keer. Ja, ik heb een dode lijst. Wat houdt het in? Ja, wat is dat? Nee, maar het is ook semi-grapje, semi maar ook weer net geen geintje. Dat ja, is altijd van, de kern van waarheid. Ik in. onthoud het wel als, als ik. Uh, heb gehoord via via wie er is vreemd gaan of nee. dat er dingen zijn gebeurd. Oh, niet te okay. vertrouwen. Zet je gewoon... die dan op een lijst? Ja, die staat in mijn dode lijst in mijn hoofd. Oh, in je hoofd. Oh, ja. je hoofd. Ik heb een vriendin en die heeft allemaal nummers in haar telefoon en heeft ze de naam veranderd in grafstenen. Oh. Dus zij heeft iets van twintig grafstenen in oh. haar lijst. Wow. Ik dacht dat je dat, dat bedoelde. <laughs> nee, oh. nee. Ik, ik sla oh. gewoon een soort not mentale notitie op: van oh ja, okay. ik vind je wel aardig, maar ik zou je nooit vertrouwen. Ah. Wow, en dan ga je dan ook niet met diegene naar bed. Ja. ja, ik wist het, ik wist het. Maar gewoon, met wie je sowieso niet een relatie aan zou gaan? Of je vrienden? Ja, of die, die zou ik niet, uh, weet ik veel, uh, mijn allerdiepste geheimen vertellen. Oh. Ja, of uh, of uh, heel veel geld lenen, of zo. Alleen omdat die ja. is vreemd gegaan? Ja, nooit vertrouwen. Okay. Zijn jullie zelf wel eens vreemd gegaan? Nee. Ja, meerdere malen. Ja. <laughs> <laughs> nee geintje. Nee gentje. En jij niet? Ik niet. Een nee. dief? Nee. Hebben jullie een ex gehad die vreemd ging? Ja. Oh. Ja ik ook wel. Oh. En jij? Jij, ja, ik ook. Nou. Wow. <laughs> Holy shit. En wij <laughs> Dat zelf komt. allemaal nooit. Ja. Geloof ik eigenlijk <laughs> niet meer. <laughs> Oké okay, vertel die Nou mijn. Um... Maar in mijn eerste serieuze relatie... Weet je wat leuk is? Hij luistert onze podcast. Ja, maak hem af. En zo naar jou. Nee, maar ik had uh, mijn eerste serieuze relatie toen was ik 18. En toen, toen hadden we een jaar verkering En hij was dus na een half jaar in onze relatie vreemd gegaan. Met iemand uh, waarbij ik altijd al een beetje zo'n gevoel had, weet je wel. Oh, shit. Die, die The dan, one he told you not to worry yeah. about. Die was oh. zeg maar een goede vriendin van hem was. En, um, hij kende haar al voordat hij met mij was, en ik wist wel dat het echt een goede vriendin was en hem ook had geholpen in moeilijke tijden, dus ik dacht altijd van, ik, ik heb respect voor de band die jullie hebben, weet je wel? Uh, maar het is toch altijd dat ik een beetje van, uh. maar goed, ik had verder niks over gezegd. Zo bleek dus dat hij een half jaar in onze relatie met haar was vreemd gegaan. Een half jaar lang. Ja. Wow. Oh. En daar niks over had. Uh... Gezegd en ook een beetje tegen haar had gecommuniceerd van... ja, ik wil niet met diva en bla, bla, bla. Dus hij heeft gewoon van twee walletjes dat, gegeten. Dat is gewoon echt een dubbel leven. Ja. Dus wow. toen, um, uiteindelijk, toen was een vriendin van mij daarachter gekomen. En toen moest hij dat dus tegen mij zeggen. En toen waren we een jaar samen. En dat was net op een punt dat ik dacht van... wow, we hebben alles overleefd en het gaat weer goed. Oh. En, oh, nee. en um, toen moest hij dus dat dus vertellen van die vriendin aan mij. En dat was echt de eerste de laatste keer gelukkig in mijn leven dat ik echt dat gevoel had alsof de grond vanuit je voeten wegzakte weet je mm. wel dat was echt oh dat was zo naar want het is gewoon alsof iemand nou jij had het net over je dode lijst alsof iemand gewoon voor je neus sterft wow. omdat wow. het is in één keer klaar want je kan gewoon niet verder met diegene nee maar gewoon meer omdat die persoon niet de persoon was die je dacht dat hij yeah. was weet je wel want je zag die persoon als iemand die ja, die je vertrouwde en die dat soort dingen nooit zou doen en er voor jou was. En ineens hoor je al die informatie over diegene. En dan is het van, wie ben jij? Maar ik vraag me eigenlijk, ik heb me wel eens afgevraagd van, hoe kan het dat je dat aan, aan niks voelt? Toch? Van, hoe, ja. hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij dat inderdaad? Nou, in zo, jongens hebben heel veel sneaky trucjes, maar ik moet ook wel zeggen, hij was ook wel toen echt zo'n zo certified fuckboy. Dus hij had waarschijnlijk ook gewoon dat hij Snapchat namen had veranderd naar namen van zijn vriend of... Weet je wel dat je de ja. contactnamen verandert. Maar en voelde je dan niks aan hem of zo? Van... Nee, ook niet. Nee. Ja, nee. En hij had altijd wel. Ja, nee, oprecht niet. En ik ging daarna ook heel obsessief al die gesprekken kijken. Van wanneer was het dan gebeurd? En wat had ik toen? En af en toe was er wel eens mis in onze relatie. Maar ik had echt geen idee dat dat het kon zijn. Heb je dan ook dat je mensen nu minder vertrouwt? Uh, ja, ja, ja. Had ik wel. Maar zeg maar, in mijn relatie hiervoor, dus die net uit is. Ik besprak dat wel allemaal met hem en hij begreep mij wel. Dus zeg maar, het enige wat je daar doorheen kan helpen, is denk ik wel weer gewoon een nieuwe relatie met iemand die, ja, met wie je dat gewoon weer opnieuw opbouwt. En dat is wel veel meer werk, maar um, ja, het kan, kan gewoon niet anders, naar mijn idee. Ja. Oeh, wat heftig. En wat vond hij ervan? Hij had hij heel erg spijt. Nou ja. Maar ik vond het heel lastig. Dat was sowieso een lastige situatie. En ik heb hem daarna, zijn we wel. Want het gevoel was er wel nog, weet je wel. En hij vond het toen, toen het uitkwam, heel erg. En toen heb ik hem ook wel weer vergeven. En daarna zijn we nog vier jaar samen geweest. Wow. Maar weet je ja? wat het ding is? Het ging pas uit. Ik was pas echt klaar met hem. Toen ik echt geen gevoel meer voor hem had. En toen hij me gewoon helemaal niet meer interesseerde. Dus zeg maar dat vreemd gaan zelf is niet eens een reden geweest waarom het uitging. Nee, want dat is natuurlijk interessant. Van het is niet alsof je ineens minder verliefd bent op iemand. Nee, dat is het nee. kutte. Dat, Ten, tenzij je ja. dat gewoon, een, dat je dat zo onaantrekkelijk vindt, een soort van onbetrouwbaarheid, dat je denkt: wow, ik ben in één keer niet meer verliefd op jou. Ja. Maar dat, ik, dat gebeurt volgens mij bijna nooit. Nee. Ja. Het is geen keus. Je gevoel loopt achter. Ja. ja het is gewoon een soort van verslaving hebben, ja, ver, verliefd zijn en dan als. Dan, het voelt een beetje als, jij ja, je moet nu Cold Turkey stoppen. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, nee, Maar je vertrouwde dus eigenlijk wel dat hij verder niet meer vreemd ging in de jaren daarna? Ja, maar dat had ik ook verkeerd ingeschat. Nee. ging je weer vreemd? <laughs> nou, er bleven wel gewoon dingen die, ja, die ik gewoon niet had moeten... Oh. Doeienlijst. Ja. Ja, <laughs> ja die Klassiek wel. geval. Ja. ja, maar dat is echt, dat bedoel ik. Sommige zijn gewoon van die klassieke gevallen en dan moet je... Kijk, op een gegeven moment ligt het ook gewoon meer aan jou hoe je ermee omgaat dan aan die andere persoon. Want op een gegeven moment is het, ja, die andere persoon, die is dat en wil je daarmee leven of niet? Ik heb ook al één ex gehad die vreemd ging. En uh, dat was, hij woonde in Hongkong tijdelijk. En het was telkens als we samen waren, was hij helemaal verliefd. En eigenlijk als we... Um, uit elkaar waren, had hij weer heel veel twijfels. Dus het heet het de hele tijd een beetje zo. En ergens denk ik ook van: het is niet mijn schuld wat er is gebeurd, maar ik had wel gewoon. Ja, ik, had, ik zag het toen eigenlijk wel in, of ik negeerde toen eigenlijk wel dat, dat hij me telkens liet vallen als we niet samen waren. En, um... Oh, je bedoelt meer dat je jezelf al eerder uit de situatie had kunnen verwijderen. Ja, ik heb de relatie gewoon een beetje lang door laten gaan. Terwijl ik helemaal niet werd gewaardeerd als hij dan weer in Hongkong zat. En uiteindelijk, nou, we hadden gewoon nog helemaal een relatie. En toen had hij zo, zat hij zo een beetje te twijfelen weer. En toen zei ik, weet je, laat gewoon even één week niet praten. Dat is de classic, hè. Eén week even geen contact, maar gewoon ja, precies. daarna spreken we elkaar weer. Ja. Nou, ineens in die week was ik geblokt van zijn Instagram. En ook mijn beste vriendin. Maar ik had natuurlijk nog een of andere account, een werkaccount van haar. Waarop ze wel naar hem kon. En toen ineens zag ik een foto van hem, helemaal in pak. En een vrouw, helemaal in een soort hele grote jurk. En dat was een van de model, echt een lijp folk model. En iets van Saturday Evenings with You. En toen, oh, ja. nee. en toen ging ik naar haar account. En toen scrollde ik helemaal terug. Gewoon echt al een half jaar terug. En toen was het zo, ah Sundays with You are so perfect. En dan zo hem met een gitaar. En toen bleek nee. dat hij dus acht al maanden in Hongkong vreemd ging met haar. En zo kwam ik erachter door mij te blokken van je Instagram, maar wel die post ah. te plaatsen. En toen. Ja, en toen kwam hij naar Nederland, toen heb ik hem geconfronteerd en toen had hij het toegegeven van ja klopt, ja fuck. S <laughs> hij zei ik heb het echt nog nooit gedaan en, en ik voel me fucking kut over. En ja, hij reageerde op zich goed, maar het was natuurlijk gewoon heel kut hoe hij dat allemaal deed. Maar ergens vond ik het een zegen dat het zo was geëindigd, omdat ik het dus maar niet wilde eindigen. Oh, Terwijl ja. ik eigenlijk ook wel voelde dat we niet voor elkaar bestemd waren. Ik probeer de situatie zo te draaien dat ik het wel mooi vond. Maar dat maar... heeft toch dat, dat niks te maken met jouw schuld? Nee, nee klopt. dan is het meer nee. gewoon dat, dat je het had kunnen voorkomen door eerder uit de relatie te stappen. Dat is wel gewoon dat ik er dan aan overhoud van als iemand super uh, afstandelijk is en jou niet waardeert, ja, wat doe je dan nog? Ja, oké, okay, ik heb nog wat. Tips uh, om te voorkomen dat iemand vreemd gaat. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Ja, nee, dat klinkt echt als het magische middel. Maar even eigenlijk... toe een fruikop. koopt. Nee, dan ben je iemand anders. Ja, dat was mijn tip 1. En tip 2, nou eigenlijk zijn het die drie meest voorkomende redenen dat iemand vreemd gaat. Als je die gewoon omdraait en als je zorgt dat je dat in je relatie behoudt. Dus dat is hm. um, dat iemand tevreden is in een relatie. Dus gewoon genoeg liefde en op seksueel gebied nog opwinding en spanning, dus dat je leuke dingen blijft doen, quality time. En um, alleen het laatste ding is dus gebrek aan toewijding of verbondenheid. Dat was een reden om vreemd te gaan. Nee, maar wacht. Ja. Dit zijn dit zijn dingen die je kan doen om te zorgen dat, dat je relatie niet uitgaat, niet om te zorgen dat de ander niet vreemd gaat. Maar ik denk dat dat best dicht bij elkaar ligt. Nee, maar nou, maar als je het zo vreemd, dan is het alsof een, alsof een slechte relatie altijd eindigt in dat iemand vreemd gaat. Maar dat Nee, niet dat altijd. Is... Het kan ook uitgaan. Niet altijd natuurlijk, maar uh... dat mo het moet niet <laughs> <een> soort van, <laughs> moet niet een soort van uh, doen lijken alsof een slechte relatie een legitimatie is voor het vreemdgaan. Ja, maar dat is dus eigenlijk punt drie ook bij gebrek aan toewijding, verbondenheid. En dan denk je van ja, eigenlijk is er een deel dat je niet kan voorkomen. Dus dat is een beetje flauw, maar dat is ja. mijn boodschap. Want je hoort dat best vaak van hoe kan ik voorkomen dat mijn partner vreemdgaat? Of ligt het aan mij? Of had ik dit of dat moeten doen? Maar eigenlijk... Nee. Ja, bij een groot deel van de tijd ligt het gewoon aan de partner of aan de situatie. Of kan je daar gewoon niet zoveel aan doen? Ja, maar dan, dan moet de partner het uitmaken, niet vreemd gaan. Eigenlijk is dus de tip luisteren naar, ja. naar je gevoel en het op, het op tijd uitmaken. Comment van de week. Door naar de comment van de week. All right, elke week bespreken we een comment die onder een van onze YouTube-video's staat. En deze week is de comment. Dank je, spuiten en slikken, dat ik mijn verhaal mocht doen. En anderen kon vertellen hoe het mijn leven heeft verneukt. Thanks voor het bespreekbaar maken, want het is een zelfreflectie geweest. Aww. Waar wow. is dit van, denk je? Dat is Jake bij de pornoverslaving. Oh, echt? Heel goed. Ja. Wow. Ik vond dat interview echt het, het allerheftigste uh, interview dat ik heb gedaan tot nu toe. Dus dat was voor Ralph's Blind Date. Hadden we een gast en hij heeft nog een pornoverslaving. Ja, en het feit dat hij er nog in zit zorgt echt voor een soort hele nieuwe dimensie. Eigenlijk ging het hele gesprek ook over hoe dus hij er op dit moment mee omgaat. En, en hij, het leek alsof hij er in het gesprek, en ook in de voorgesprekken met jou, Roos, steeds meer ja. achterkwam dat hij hier gewoon nu mee moest kappen. Oh, wow. Uh, dus ja, mooi dat hij dan zelf ook zegt dat het een soort uh, reflectie is geweest. <laughs> ja, want zo voelt het ook echt. Heeft hij er nog nooit zo over gepraat dan? Met iemand? Nee, ja, hij, heeft, hij heeft zijn moeder waarmee hij goed kan praten, maar toch om echt zo lang er diep op in te gaan. Yeah. Want voor een item voeren wij altijd voorgesprekken als redacteur. Dus dan bel je iemand en dan check je of het verhaal geschikt is. En um, daarin was dus eerst, zei hij: van Nou, ik, ik ga ooit hulp zoeken. Toen was het binnen een vijf jaar. En nu, toen had hem een appje gestuurd van: Nee, ik wil het toch binnen een jaar doen, want door het gesprek ben ik hier neer achtergekomen. Dus dat, ik vond het gewoon een hele bijzondere aflevering. Dat ja. het en bij de gast en hoop ik ook bij het publiek zoveel teweeg brengt. Ja. Ik vond het ook bijzonder hoe... Ik vond hem heel slim. Ja. En ook dus daardoor heel reflectief op zichzelf. Hij kon alles uitleggen en echt heel ver de diepte in. Dus het leek ook wel alsof hij helemaal door had waardoor die, waarom hij sommige ja. dingen deed. Uh, ja, dat helpt natuurlijk ook wel bij, bij het inzien om te stoppen. Ja, en als deze podcast online staat, dan staat, als het goed is, ook net de Cougar-aflevering van Ralfsblind Blind Date oh, dat Online. Ook echt <laughs> fantastisch. Echt een geweldige gast. Um, dus hou het in de gaten. Er komen hele leuke afleveringen aan. Hé, hey, dit was hem voor deze week. Nou, ja, oh, de joh. eerste weer opgenomen. Woe, vergeet dat ons goed. niet te volgen op de socials. Het en live in de DM TikTok, van Baftelhoer. Ja, ik krijg TikTok weinig DM's papier. nog, maar stuur ze. Bedankt nou, voor het luisteren. Begin de DM-trein weer. Hé, hey, als jullie een superkracht zouden kunnen kiezen op seksgebied? Onzichtbaar zijn. Hé? Op wat zou je willen? Lekker In bed. gluren. Huh? Heel glad. Wat bedoel je? Glad. Glad. Glitterig. Oh, jij zou al, altijd heel glad willen zijn. Nee, ik zou willen klaarkomen met glitter. Oh, ik ook. Zie, dan maak je seks leuk. Godver. Ja, want anders is het, is het niet. Nee. nee okay. Okay. En Slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs.